Hey Plucky Gamers, welkom allemaal bij een gloednieuwe aflevering van Farming Simulator 22 Elm Creek. Zoals jullie kunnen zien, heb ik mijn greenscreen weer opgesteld. Waardoor het er natuurlijk weer ietsjes mooi uitziet. Hey, wat gaan we vandaag doen? Ons grootste veld, dat moet nog eventjes bemest worden, want die is maar 50% bemest. Dus dat gaan wij allereerst even doen met de Ursus. En dan denk ik dat wij gaan beginnen met maaien. En dan zit ik even te denken, is het dan misschien een idee om... We hebben geen pers... Ja, we hebben wel een perswerkencombinatie. Om dat gewoon een keertje silage te doen, om wat extra geld te verdienen. We hebben nog best wel wat hooibalen, dus ik denk niet dat we per se hooi nodig hebben. En anders hebben we pech. Maar als ik zo kijk naar links, we hebben nog best wel wat balen. Dus we hoeven geen hooibalen te maken. Dus gaan wij... Godverdomme, wat was dat? Wat was dat? Ik weet niet of jullie dat hoorden, maar ik hoorde... heel hard een koe in mijn oor blaren. Maar echt heel hard. Dus, daar schrok ik van. Oh, ik heb een kippenvel van. Jezus, Mina. Ik weet niet of jullie het horen, jongens. Maar goed, wat ik dus wil zeggen... is eerst dit veld even bemesten. En dan gaan wij... hoe heet het? Dan gaan wij... Ja, gaan we gas maaien. Jezus, ik kwam niet uit mijn woorden. Ik moet even bijkomen van dat harde gemoe van die... Oh, van die koe. Dat heb ik nog... Ja, dat heb ik één keer eerder gehoord bij, in het ding zelf toen. Op de een of andere manier is dat een of andere rare bug. Dat heb ik een paar keer gelezen. Dat je gewoon air rape krijgt van die scheidkoeien. En dat heb je alleen als je in de cabine zit. Ik weet niet of het op video te horen was. Daar heb ik niet gekeken, want ik schrok ervan. Maar het stond heel hard in ieder geval. Het stond echt heel hard. Maar ik vind het alleen apart. Hoe kan het dan zijn dat dit veld niet 50% of 100% bemest is? Of hadden wij toen geen mes meer over? Dat zou ook nog kunnen. Ik denk dat dat het was. Dat wij geen mest meer... Maar ik heb er dan nooit gehad in deze map. Dat die koeien zo hard loeien. Ik ga altijd... Ga ik daar langs. Naast... in de ding. En in één keer begint die mokkertje hard te loeien. What the fuck? Nou ja. Is niet zo erg. Ik hoop niet dat hij nog een keertje gaat, want je schrik je de tandjes, man. Maar dat heb je voor mij alleen als je in de buurt bent van de koeien. Dus dat scheelt. Dus we gaan wel via hier, gaan we daar wel terug in plaats van langs de koeien. Goeiedag, zeg. Wat met die maaiers? Kunnen we die eigenlijk voor mij niet, hè? Je hebt namelijk maaiers, daar kun je direct in zwaren kun je dat doen. En omdat we alleen gras doen, dan gebruik ik momenteel even geen koersplay. Dat doen we niet. Ik doe lekker alles zelf. Laten we hier maar langs gaan. Zo. En dan kunnen we daar in ieder geval ook weer gaan verkopen. Alleen, dan schijnt het dus wel weer zo te zijn. Ik ga die verkopen. Ze hebben waarschijnlijk nog meer balen in de shop liggen. Is toch raar, hè? Waarom het zo ongelooflijk lang moet duren voordat Giants deze dingen fixt? Waarom wachten? Want ze sturen wel allemaal fact sheets op hoe de nieuwe voertuigen eruit zien. Maar niks zeggen ze over wat wordt gefixt in de volgende update. Het is alleen maar nieuwe voertuigen en zo. Dat is niet helemaal netjes van ze. Laat daar in ieder geval weten dat je bezig bent met het fixen van bepaalde dingen. In plaats van weer allemaal nieuwe voertuigen toevoegen. Is leuk. Maar we hebben niet per se nieuwe voertuigen nodig. Vind ik. We hebben natuurlijk mods, hè. Dus. Maar goed. Genoeg geklaagd. Laat ik deze hier neerzetten. Dan koppelen we de maaiers aan. Volgens mij kunnen we dat niet met die maaiers doen. We kunnen ze wel kopen. Ik weet niet hoe duur die zijn. Zullen we eens even kijken. Die maaiers. Want ik weet dat er maaiers zijn dat je direct in zwaarder kan doen. En volgens mij zijn dat deze. Dacht ik. Deze, met deze achtermaaier kun je direct in zwaarder doen. En die kost 75.000 euro. Goedemiddag, dokter. Ja, dat is wel heel veel geld. In een tweedehands dealer staat ook niks, dus we moeten het zelf gaan harken. Laten we maaien met de vet. Dat is leuk. Even een keertje met de vet.
Zo. Die er aan de voorkant vast. Laten we ook direct eventjes alles repareren. Want ik zag ook trouwens dat de massief ergens nog gerepareerd moet worden. We hebben nou een beetje geld, dus we kunnen nou het beste alles even repareren. Of in ieder geval wat we hier hebben om te repareren. Zo, nou. Ik weet niet wat er allemaal gerepareerd moet worden. 65 euro, 405 euro en 4700 euro. Hartstikke. Nou, op naar het veld. En dan gaan we met behulp van de timelapse gaan we eens eventjes lekker, lekker maaien. Zo, nou het maaien is in ieder geval klaar. Dan gaan we met Ursus gaan we harken. Ik hoop dat het lukt met de diesel, want de vent heeft niet zo heel veel diesel meer en de Ursus ook niet. Dus anders moet ik maar even gaan tanken, dat is op zich ook niet zo heel erg. De vent hoeft nog niet getankt te worden. Tenminste voorlopig niet, want ik denk, ik weet niet hoe vol de Ursus zit, maar die gaat een stuk sneller leeg als de vent, dus... Ik denk dat we die beter eerst even kunnen gaan tanken. Ja, het kan nog wel, maar laten we maar gewoon gaan tanken. Dan is het in ieder geval goed. Ik heb de maïs heb ik ook afgespoten, dus die zijn ook weer schoon teruggezet voor in de winter. Maar deze zijn ook heel vies hoor, maar als we zo meteen terug zijn, dan ga ik hem wel tanken. Of tanken zeg ik, schoon spuiten. Zo. En dan gaan we wikkelen. En dan hoop ik, ja, ik ben er bang voor. We gaan het wel zien. Dat we niet nog meer balen in de shop hebben straks als we dit hebben verkocht. Dat hoop ik niet. Nou. Kijk, en het is wel geinig. GS Camera Force 20. Kijk, als je nou naar de tank in die kaartje kijkt, druk op R, dan zien we ook wel, zien we wel omhoog gaan. Dat is op zich wel geinig. 102 euro. Dat is niet veel. Nou. Hier weer naar rechts. Heb ik het verkeer uitstaan of zo? Nee toch? Ik vind dat er zo weinig auto's rijden. Nou, ik kan het ook verkeerd hebben. Nou, hier naar links. Kijk, daar komt de eerste auto aan als je het erover hebt. Hoppakee. Ik mag toch hopen dat we niet hier ook dat geluid van die koeien krijgen. Man, wat schrok ik net. Maar je, het lijkt me dat je die wel op de video ook hoort. Nou weet ik al wel een goede titel voor deze video. Terrorkoeien. Ja, dat vind ik een mooie. Terrorkoeien. Of iets in die geest. Man, oh man, wat schrok ik. Goeiedag zeg. Als het niet met koersbes is, is het wel met de koeien. En als het geen koeien is, dan is het wel weer met een pakjes boter. Godsamme. Nou, harken met die zooi. Ik denk dat het wel handiger is om gewoon eerst een kophakken te doen. En dan op en neer. En omdat we het natuurlijk nu allemaal zelf doen, dan word ik ook niet zo geïrriteerd door de stomme koersplay.
Ik zag trouwens dat er een update was, dat Koerspel nou ook voor multiplayer. Die zag ik voorbij komen op Modhub net. Want voordat ik ga opnemen, ga ik altijd eerst nog eventjes een beetje kijken of ik leuke mods zie. Nou, die zag ik momenteel niet, maar... Ja. Er zitten er een paar leuke tussen. Maar gisteren, hè, toen ik aan het opnemen was, met die dat we de verrek hebben gekocht. Of nee, dat we de verrek hebben gebruikt. Daar zat ik constant in first person bij de koeien. Maar ik heb niks gehoord van die harde koeienspul. En volgens mij, als je het één keer hebt, dan blijft het daar ook. Dus, ik weet je wat er net gebeurde? Nee. Ik was net aan het opnemen. Ja. En Roos staat trouwens naast mij. Kunnen jullie ook wel zien trouwens. Nee. Ik start net de game op en ik kom bij de koeien en je hebt Erik met koeien. Ik schrok met de tentjes, Erik. Dat ze mokkertje hard staan. Daar schrok ik van. Wacht. Zie je douche op? Misschien dat hij het wel doet. Ik ga gewoon een stukje rijden, hè? Oh, dat is het zo hard. Ja, dat is wel handig. Ik ren het hier zo langs hoor. Hier langs de koeien. En in één keer stond me dat toch hard. En jij krijgt het nou natuurlijk niet. Nee. Ah, dat is. Tuurlijk. Wat voor een glas. Stond niet normaal. Ik schrik de tandje. Nou, dat dus. Oh. Ik schrok voor jou. Scheidspel. Nou, ik snap wel dat je schreef. Jezus Christus, wat staat er aan? Erg, hè? Nou, dat dus. Nou, weer mooi iets voor in de video. Tieve Janje. Maar je bent nog bezig. Ja. Oh, ik dacht, ik kom even de dag afmaken. Ja, ik maak dit af en dan ga ik persen en dan ben ik klaar. Hè? Ja. Ja. Nou, succes dan. Ja. Ik ga niet meer langs de koeien. Jezus, Mina. Nou, dat dus. En ik zei wel, als je het één keer hebt, dan krijg je het altijd. Nou, blijkbaar dus wel. Maar volgens mij krijg je dat alleen. Ik weet niet of je dat ook krijgt als jij zonder in first person zit, zeg maar. Of dat jij ook op deze manier krijgt. Is toch niet normaal dat het zo hard staat? Oh. Maar goed, in de tussentijd ga ik eventjes verder met harken. Want we moeten het natuurlijk ook nog persen. En hoop ik dat we een klein beetje genoeg drijfmest hebben. Om dit veld in ieder geval met drijfmest te doen. Het zal wel leuk zijn. Maar ja, dat zien we dan wel. Ik ga eerst even dit veld afharken. Nou, de Ursus is ook klaar. laten we ook even de Machiavellison repareren. Want die is te erger aan het doen. Dat is ook nog wel een paar euro kosten. 7500 valt me nog meer. Alright. Balenpers. Tanken hoeft hij nog niet. Er zitten banden op, jongen. De krieg een paar te hik van, joh. Goeiedag, zeg. Hoppakee. Dan moeten we die aanzetten. Maar het probleem is wel dat we niet een grotere diameter met deze balenpers kunnen doen. Dat is op zich niet erg. Maar iets groter balen was wel handig geweest. Dan hadden we niet zo heel veel balen gehad. Nou ja. Zo. Balenpers inschakelen. Gasopwagen laten zakken. Automatische doppeling uitschakelen. Dat heb ik net al aangezet. En als het goed is, ziet hij het vanzelf. Normaal gesproken kon je ook. Of dat een mod was of niet. Dan kon je aan of uitzetten of je ze wou wikkelen of niet. Dus als je grasbalen had, kon je aanzetten of ze werden gewikkeld. Of juist uitzetten dat je gewoon kale grasbalen had. Had ook gekund. Maar ja, dat hebben ze momenteel niet meer. Maar we gaan nou maar eens eventjes persen. Het gras is in goede kwaliteit, dus dat is wel een voordeel. Want dit is de laatste snit en je zag wel dat het gras heel hoog was. Dus ik denk dat we hier best wel wat balen uit krijgen als ik dat zo bedenk. Maar het is goed voor het geld, want dat kunnen we goed gebruiken. Zo... Dat is maar 3500 liter, hè. Dat is niet veel.
Maar ja, we rapen ze wel op met de oprapwagen. Of met de autolood. En dan moeten we maar kijken wat hij doet. We gaan het wel zien. Hoop ik, want als het goed is, komt op volgende week. Eén deze dagen komt de update voor farming uit. Dus dan hoop ik echt dat ze die balen hebben gefixt. Die in de shop komen. Want je kunt ze verwijderen blijkbaar via de XML file items. Had Theo het over. Alleen ik zou mijn god niet weten waar. Geen idee. Ik denk dat hier heel wat balen vanaf komen. Dat denk ik wel. Laten we maar lekker doorpersen. We hebben hier behoorlijk wat balen liggen. Ik weet niet hoeveel balen, maar heel veel. En dan laden we die eventjes op en dan gaan we die verkopen. Dat is een beetje de bedoeling. Want dit veld moet eigenlijk ook nog bemest worden. November is volgens mij al wintertijd. Dus ik denk, ik hoop dat wij het dan alvast kunnen gaan bemesteren. Ik hoop het echt. Ik weet niet of dat namelijk zometeen kan. Als ik zometeen ga slapen. Want het begint donker te worden. En als er iets vervelend is om een video te kijken op een telefoon. Want de mensen die kijken waarschijnlijk wel op een telefoon. Is dat best donker. Zeg maar, je ziet geen rol. Dus vandaar dat ik zo min mogelijk in het donker wil spelen. Dus we moeten het eventjes kieken. Nou, we hebben nog één zwaarde. En dan hebben we in ieder geval wat we allemaal hebben geharkt is weg. Heb ik hier en daar nog allemaal kleine stukjes. Niet veel. Maar die nemen we ook nog eventjes meer. En dan is het veld hartstikke mooi klaar om te groeien. Ja, 100%. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 balen of zo. Als ik dat zo zie, even in een snelle oogopslag, 21 balen. Plus deze, die er zo meteen uitkomt. Die nou ontwikkelen is. Dan hebben we hier nog een klein beetje. En volgens mij hebben we dan het meeste gras heb ik wel opgeraapt. Ik zie dat ik hier nog wat heb. Zo. Ja, en de rest lijkt mij op zich wel prima. Misschien hier aan of hier nog wat. Zo. Dat is weg. En dan volgens mij hebben we alles meegenomen. Mooi. Nou. Dan brengen we deze terug. Dan halen we eventjes de autoload trail op. Die staat bij de koeien. Dus dat wordt ook nog een feest. Ik hoop. Ik doe wel even mijn headset op de af zometeen. Ik zal jullie geluid even muten. Want jullie krijgen er ook oor-aids van. Van een geluid. Goeiedag zeg. Doen we al met deze trekken. We zitten hier nou. Want die andere twee zijn allemaal schoon hè. Ja, de balenpers hoeft niet schoongespoten te worden. Want dat hebben we laatst nog gedaan. De vorige keer toen wij hebben geperst. Dus. Dat hoeft niet. Dus die parkeren wij hartstikke netjes terug in zijn schuurtje. Zo. Oké. Nice. Nou, dat wordt een feest. Ik zet die uit. Voor jullie horen jullie geen gamegeluid. En ik zet mijn headset ook af. Want ik heb echt geen zin in de air rape. Jullie horen het wel daardoor. Want volgens mij is het alleen als jij in de cabine zit. Maar dat weet ik niet zeker. Tenzij het ook buiten de cabine is, maar voor mij niet. Ik heb echt geen zin dat het weer allemaal zo hard staat. Verschrikkelijk. Zo. Kunnen we die draai halen? Ja, dat kunnen we. Nice. Het is tot nu toe nog goed, hè? Want die chef die moet ook even aan de kant zetten. Dus direct een goede test. Zo is er niks aan de hand. Volgens mij. Nee, het is echt puur als je in de cabine zit, denk ik. Dan heb je dat vreselijke geluid. Zo. Zetten we deze hier neer. En die naar beneden. Hoppakee. En die. Kijk, dan kan ik het geluid weer aanzetten als we hier weg zijn. En mijn headset weer opdoen. Zo.
Want volgens mij moeten we hem eerst even omgooien. Dacht ik. Oh nee, hij staat op transportpositie. We hebben natuurlijk nou die, dus dat is een man die nodig. Ik wil zeggen, anders moet ik hem eerst even ombouwen. Nou, eens even kijken waar hij doet. Pakt hij ze nou al op dan? Ja. Ik moet ze wel verder naar links doen, want anders ziet het er natuurlijk niet uit. Zo. Oh, naar links, ook goed. In plaats van naar rechts. Zo zijn ze goed. Even alle balen opruimen. En dan kunnen we die mooi verkopen, zodra ze gefermenteerd zijn. Ga ook even kijken hoeveel balen we hebben geperst, want het zijn er erg veel. Zo, tink, tink. Nou. Straks wordt het nog een tweede laag, joh. Sterker nog, het wordt een tweede laag. Niet helemaal vol. Maar het scheelt niet veel. Voor de helft minimaal, denk ik. En dan 3 balen erbij. Nou, perfect. Dat is allemaal weg. Nice. 22 balen. Nou, zijn toch bijna goed. Ik zei 21. Right, jongens. Dan zet ik deze hier neer. Dan gaan we slapen. Dan gaan we even kijken wat de dag gaat brengen. Want het moet natuurlijk wel bemest worden. En ik hoop dat we het dan nog kunnen bemesten. Als het goed is wel. Het is nou wel winter als het goed is. En dat is. Het is november. Twinlands dealer staat die. Ja goed, die hebben wij, kunnen we eventueel gebruiken. Want we gaan natuurlijk zonnebloemen zaaien. En dat komt pas in maart, hè? Zonnebloemen. Ja, maar dus doen we wel eventjes. Jongens, ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze aflevering van Farming Simulator 22 Elm Creek. Ik ga nog eventjes een thumbnail maken bij de koeien. En ik hoop dat die niet heel hard staat. Omdat ik nu zo loop. Mocht je dit natuurlijk een leuke video gevonden, mag je dat blonen met een blauw duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat zeker ook eventjes. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer bij een gloednieuwe video. Bedankt voor het kijken, bedankt voor de support. En tot de volgende keer. Call him!